その力の秘密、幾千年も先祖から受け継がれた知恵。龍、剣の力と人間本来の持つ力のハーモニー。 Vroeger was de zwaardkunst om te overleven. Vandaag de dag doen we de zwaardkunst om te leren leven. We denken aan kwartaalcijfers. We denken aan het moet elk jaar beter zijn. Er moet meer geld uitkomen voor de shareholders. Als je kijkt naar de cijfers op de Nederlandse markt, dan zie je dat 30% van de Nederlandse beroepsbevolking overmoe is. En dat betekent dat die zijn vergeten hoe het is om je goed te voelen. Ik ben begonnen in het bankwezen. Ik heb 12 jaar als investmentbanker gewerkt. Het voordeel van bankier zijn is dat je altijd in de keuken mag kijken van het andere bedrijf. Als je kijkt naar de verlies- en winstrekening van een doorsnee bedrijf, dan ziet het kostenpost personeel is vaak de grootste balanspost. En dat is een hele diffuse post. We hebben allerlei ratio's over assets of imputed equity, maar over personeel, dat is musakashi, moeilijk, zoals ze zeggen in Japan. En ik dacht, dat is interessant. Dus daar heb ik een studie van gemaakt, gebaseerd op enerzijds mijn ervaring in de business. Een andere pijler is de kennis ontwikkeld door de ervaring en studie van wat is dat mens zijn in het bedrijfsleven. En de derde grote pijler is de Oosterse gewestkunst en Oosterse filosofie, die ik inmiddels zo'n 25 jaar beoefen. Martial arts is kennis wat al 4000 jaar is opgebouwd. En daar waar het natuurlijk vroeger gebruikt werd voor de krijgkunst, is het eigenlijk nu een vorm, een kunstvorm van persoonlijke ontwikkeling. Kennis is opgebouwd in 4000 jaar, laag voor laag, net als het smeden van een zwaard. Rust, balans, overzicht en werken vanuit eigen kracht. Dat zijn de vier basisprincipes die ieder mens in zich heeft, maar die lang niet ieder mens gebruikt. En waar ze zich eigenlijk nog niet eens meer compleet bewust van zijn. Daarvoor doen we dit programma ook. Om je bewust te maken van je eigen kunnen. Dat er meer in je zit als dat je eigenlijk zelf zou denken. Nou, de basis van martial arts is in principe heel eenvoudig. Het gaat over het ontwikkelen van je eigen kracht. En door die ontwikkeling van je eigen kracht krijg je de situaties die rondom jou heen plaatsvinden onder controle. En dan kun je ze in principe ook naar je hand gaan zetten. We leren mensen niet zwaardvechten, maar we brengen een analogie tussen het zwaardvechten en het dagelijkse vechten op de werkvloer. Die brengen we wel. En dan blijken er hele herkenbare situaties te ontstaan die je vanuit voorbeeld martial arts, hoe je die daar aanpakt, op precies dezelfde manier ook kunt aanpakken op de werkvloer. En dat is verschrikkelijk leuk, want het is gewoon 1-op-1. De workshop is al een aantal keren gegeven. Die heeft een enorm goed resultaat bereikt bij mensen. Nou, het leukste voorbeeld was van een manager van een groot multinational. Die had 1 dag de workshop en de volgende dag moest hij naar New York. Daar moest hij met een aantal, gevaarlijke situaties. Kwam hij daar terecht, laten we maar zeggen, contractbesprekingen. Daar zag hij erg tegenop. Hij heeft de principes toegepast van de martial arts daar ter plekke. En hij kwam eigenlijk brullend van het lachen die vergadering uit. Hij zei, het viel me toch helemaal reuze mee en alles is gebeurd wat ik eigenlijk wilde. Het zwaard helpt mij om mijn lichaam in balans te krijgen, daarmee mijn geest in balans te krijgen. Daardoor ontstaat er rust en vanuit die rust ontstaat er overzicht. En uiteindelijk kom ik bij de bron van energie, waardoor ik ontzettend veel energie heb. Eigenlijk oneindevol energie. Ik ben geen martial arts man. Ja, ik doe zelf niet aan martial arts, ik ben geen zwaardvechter. Maar de basisprincipes, daar werk ik al een jaar of 10 heel bewust mee. En dat verandert je leven compleet.